Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, lanceert morgen haar Nationaal Breed Plan NBP, dat nu in een projectvorm is overgegaan. Dit deelt waarnemend directeur Mike Antonius onze nieuwsdienst mee. Vandaag heeft de ondertekening van de Terms of Reference, oftewel de TOR, plaatsgehad. Dit is een administratieve handeling die intern gepleegd moest worden om ervoor te zorgen dat dit project binnen tijd en budget afgerond wordt. De launch van het NBP vindt plaats te Clevia. Wij hebben ervoor gekozen om een locatie te kiezen waarbij we een kick-off doen direct met bandbreedte verhogen. Het verschil is gewoon puur erin dat wanneer je begint met een locatie waarbij een kick-off is met kabels leggen, ja, dan kan je al gauw iets krijgen als van, oh, ze zijn nog steeds op weg naar betere verbindingen. En die negatieve kritiek die wij op ons gehad hebben de afgelopen periode, die nemen we zeer ter harte. We zijn natuurlijk in een periode waarbij we met verschillende improvements bezig zijn geweest. Ik breng in herinnering dat we eerder dit jaar heel veel issues hebben gehad met mobiel data. We hebben als gevolg daarvan een aantal componenten moeten vervangen binnen ons mobiel netwerk. En dat heeft de afgelopen periode voor wat hiccups gezorgd. En die hiccups, we hebben niet alleen mobiel data componenten vervangen, maar ook voice mobiel hebben wij een heleboel core elementen vervangen. Als u goed luistert, wanneer u tegenwoordig een gesprek opbouwt, dan hoort u een hele andere toon dan bijvoorbeeld vorige maand voordat we met het project begonnen waren. Dat heeft allemaal te maken ook met een stuk kwaliteitsverbetering. Gespreksopbouw vindt sneller plaats, waardoor in principe we de klant ook beter van dienst zijn. Natuurlijk, deze veranderingen zorgen voor wat hiccups. Spijt ons ten zeerste wat klanten de afgelopen tijd hebben ervaren. Maar het was nodig, want we konden niet langer op deze voet verder. Volgens Antonius zal het Nationaal Breedbandproject ervoor zorgen dat de dienstverlening van Telesuur ten aanzien van vaste breedbandverbindingen wordt verbeterd. De klanten zullen volgens hem niet alleen hogere snelheden aangeboden krijgen, maar ook andere type diensten zullen worden verleend. Het project zal in 18 maanden worden uitgevoerd. Landelijk zal dan de koperkabel door fiber of glasvezelkabel vervangen worden. In eerste instantie gaan we vervangen koper met glas, glasvezel tot de kasten. En in een latere fase gaan wij ook nog uitrollen tot aan huis. In eerste instantie gaan wij kunnen leveren aan klanten verbindingen oplopend tot 20 MB. We zijn daarmee al gestart vorig jaar met één project, Doekie project, waar we als pilot hadden. We hebben dat verder uitgebreid dit jaar met nog 5 andere projecten. Uit het hoofd weet ik van het CLO project, Aquariusstraat, Hanna's Lust, morgen Clevia, waar we al snelheden leveren tot en met 20 MB. Dat hebben we nu allemaal in een testfase geleverd bij de klanten. En hebben ook dat de communicatie al zodanig gevoerd dat ze tot 20 MB hebben. En dat de propositie ze binnenkort van ons zullen krijgen en een keuze kunnen maken. Wat wij nu doen met het Telesuur Nationaal Breedbandplan heeft gewoon te maken met de vervanging van de vaste investeringen in het vaste net. Core elementen, maar ook kabels. Ik kan niet elk jaar blijven roepen dat in de regentijd wij meer storingen hebben. Het moet ook een eind aankomen. Dus dit is in het verlengde daarvan. We gaan sowieso waar gebieden waar we oude infrastructuur hebben als eerste aanpakken. Zodat we in ieder geval de dienstverlening in die gebieden kunnen continueren. En gradueel verder de rest van de kustvlakte. Ten aanzien van de storm van kritiek op de aangekondigde tariefaanpassingen van Telesuur zegt Antonius dat het bedrijf hier niet onderuit komt. Vooral omdat het bedrijf de afgelopen 11 maanden haar tarieven op hetzelfde niveau heeft gehouden, terwijl nagenoeg iedereen aanpassingen heeft gepleegd. We hebben natuurlijk ook te doen gehad met de inflatie en we proberen ook wel rekening te houden met de budgetten van de huishoudens en zijn niet à la dolle onze tarieven gaan verhogen.
Echter denk ik dat het voor een gezonde bedrijfsvoering moet je natuurlijk opbrengsten en kosten in balans zijn. Niet alleen een balans, je probeert je werk ernaar meer opbrengst te maken dan kosten. En tegen die achtergrond is die tariefsaanpassing wel nodig. Mm-hmm. Dit is iets dat tot stand is gekomen, niet alleen zeg maar door de leiding van Telesuur. Ik breng in herinnering dat wij voor wat betreft dit project een financieringsmogelijkheid hebben gebruik gemaakt die door de regering van Suriname in is voorzien. We hebben een pad afgelegd ook door naar de DNA waar er ook goedkeuring voor verleend moest worden. En in principe nodigen we een ieder uit die we op dat pad zijn tegengekomen, omdat het natuurlijk een accomplishment is van een ieder die eraan heeft bijgedragen. En die zullen we dan morgen samen met de media op Klevia uitnodigen, zodat we de kick-off kunnen doen en direct met bandbreedteverhoging. Mike Antonius, waarnemend directeur van Telesuur. Tegen zijn klanten zegt hij te begrijpen dat de afgelopen periode minder prettig is geweest ten aanzien van de dienstverlening. Hij geeft echter de verzekering en garantie dat de komende periode er kwalitatieve diensten verleend zullen worden.